welkom bij mijn nieuwe vlog. Doe een duimpje omhoog. Laat alsjeblieft een abonnee. Het duurt maar 2 seconden. Het is gratis. Dus eigenlijk ga ik het hebben over dat als ik later veel geld verdien, dat ik niet allemaal grozen ga doen. Nee. Ik ga ook wat aan de armen geven. Want als de armen helemaal niks hebben, heb je ook helemaal niks. Heb je bijna geen kleren. Loop je misschien wel naakt door de bios? Nee. Geef de armen geld, want de armen zijn arm. Ze hebben geen huis, ze hebben geen eten. Ze zitten maar op straat te wachten voor eten. Ze zijn misschien wel wekenlang zonder eten. Dat moet toch niet gebeuren? Als het gebeurt. Als ik heel veel geld heb, ga ik goed aan de goede doelen uitgeven. Ga ik aan de armen geven. Oké, dus. Ja. Oké. Dus als ik later rijk word of zo, ik weet het niet precies, dan ga ik veel aan de armen geven. Weinig aan rijken. Want als we niks aan de armen geven, hebben we ook niks. En dan zijn we niks. Want als je 0,000000% hebt, ben je niks. Nou, dan ben je wel iets, maar. Maar dan heb je bijna helemaal niks en dat is toch zo erg zielig. Oké, maar ik steun ook echt een beetje de armen, maar nu doe ik dat nog niet. Want ik moet nog sparen. Weet jullie waarom we de armen moeten helpen? Omdat als je een arm kindje bijvoorbeeld ziet en je geeft dat geld, kan hij weer gaan studeren. En als hij gaat studeren, dan krijgt hij weer goed werk. En als hij dan weer een andere persoon helpt, dan gaat hij weer een andere persoon helpen. En als we dat zo blijven doorgaan, maken we de samen wereld groot. Echt groter voor iedereen. En dan noemen ze een sneeuwbal effect. Weten jullie wat een sneeuwbal effect is? Dat is eigenlijk als iemand een goede daad doet en dat hij dat weer dat bij een ander doet en dat die persoon weer dat bij een andere doet. Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen. Dat het steeds sneller wordt en beter gaat worden, zodat we het groter gaan maken. Net zoals dat je een sneeuwbal door de sneeuw rolt van een heuvel, dat hij steeds groter en groter en groter en groter en groter wordt. Snappen jullie dat? Dan wordt hij echt heel gigantisch. Doen jullie mee met het sneeuwbal effect? Laat het hieronder weten in de reacties. Al doe je maar heel klein. Bijvoorbeeld dat je helpt om iemand te laten oversteken. Of dat een mevrouw iets laat vallen en dat hij er net niet bij kan. En dat je dan gaat helpen om het op te rapen. Nou, laat het hier beneden onder in de reacties weten om het sneeuwbal effect te doen.